Welkom in het internaat van mevrouw De Lange Dok. Een strenge school die gekenmerkt wordt door discipline en gezag. Leerlingen werken er hard en worden beloond voor goede cijfers. Maar toch blijkt dat alles vaak niet genoeg. Antieke handboeken en strenge leerkrachten bepalen ons geluk niet. Geluk is weggelegd voor wie durft te dromen. Vergeet hoe dat moet? Neem dan samen met ons een duik in dit spannende verhaal. Goedemorgen, klas. Goedemorgen, mevrouw De Lange Dok. Asseyez-vous. Zit. Ik heb jullie proefexamens nagekeken. Aan jullie resultaten te zien zijn er een paar die slapen tijdens de les. Ik overhoor alles van vorige week.
Begin van de Franse Revolutie, landen. 1789, mevrouw. Wie ontdekte Amerika, Lina? Columbus, mevrouw. Maar mevrouw, eigenlijk waren de Noormannen rond 1001 al in Groenland geland. Stilte! Ik denk niet dat ik jou iets had gevraagd, Alex. De middeleeuwen, Joris. 500 tot 1500 na Christus, mevrouw. Hoofdstad van Finland, Rut. Helsinki, mevrouw. Bloemen, rugrecht, kinderboek en aandacht aan boord. Hopeloos. De slag van Hastings. Wouter. Sorry. 476? Je zit er maar 590 jaar naast. Stilte! Ik ben die ontucht meer dan beu. Neem allemaal jullie schrift en ontleed de zin aan boord. Au! Wat is dit allemaal? Wouter, als straf ga je de speelplaats poetsen. Net nou! Nu! Maar het is niet eerlijk, spreek jij mij tegen. Maar het deed niet. Buiten! Bon, na deze zuivering kunnen we het niveau wat opkrikken. Ik verwacht een opstel van 50 regels over het Belgisch Koningshuis. En français. Et en silence. Je bent toch zo slim, hè, Alexandre? Dan weet je vast wel wat ik nu ga zeggen. Buiten! Ik? Maar ik ben nog nooit gestraft geweest, mevrouw. Maintenant. Wat een verschrikkelijk mens! Ze heeft weer slecht geslapen, zeker. Ik denk dat ze zelf de slag bij Hastings verloren heeft. Ah wel, ik ben het met je eens. Voor één keer. Ik vraag me af waarom wij het altijd gedaan hebben. Ze heeft echt een piek op ons. Maar ik vind het toch moeilijk om op te letten, hoor. Ja, ik ben ook zo moe. Alsof ik al weken niet geslapen heb. Ja, en al die nachtmerries dan de laatste tijd. Waarom toch, sukkeltje? Lach maar, je ziet er zelf ook niet wakker uit, hoor. Thank you.
de grote duik en rekt zich langzaam uit. Zijn schoolboek aan de kant, zijn iPhone bij de hand. Weetjes op het internet, leest hij graag in zijn bed. Thank you.
Dit is de dans van de vampieren. Wij dansen in de nacht. Pas maar goed op voor de vampieren. Wij zoeken bloed, dat geeft ons kracht. Vleermuizen, ratten, spinnen, gieren, gevaren van de nacht. Pas maar goed op voor de vampieren, wij dansen in de nacht. Dit is de dans van de vampieren. Wij dansen in de nacht. Pas maar goed op voor de vampieren. Wij zoeken bloed, dat geeft ons kracht. Vleermuizen, ratten, spinnen, gieren, gevaren van de nacht. Pas maar goed op voor de vampieren. Wij dansen in de nacht. Hier staat slapen, snurken, gapen, proteïnogen, nachtmerries en dromen. En, vind je iets? Ik vind alleen maar rommel. Ja, dat kon ik al voorspellen. Nog van die fantastische ideeën, Einstein. Misschien kunnen we naar de schoolbib gaan? Misschien kunnen we naar de schoolbib? Hé, maar we zijn keihard in. Kom, bubber trekken. Wat? Nu? Naar de schoolbib. In het midden van de nacht, terwijl het buiten onweer. Nee, dat doe ik niet. Echt niet. Dat wil ik niet. Gaat het wel? Ja, hoor, bedankt. Yes! Naar de bus. Kleren aan en we zijn weg. Volg mij. Nee, zouden we dat wel doen? Wouter, we hebben geen andere keuze. Overdag kunnen we niet naar de schoolbib. Mevrouw Nalke doorhoudt ons in de gaten. Zeker nu. Als we niet te weten komen waar we al die nachtmerries hebben, dan moeten we nu gaan. Die wil ik toch ook weten, hè? Ja. Alright, we vertrekken! Alright? Dat is Engels, Wouter. Kom. Alright! Alright!
geweest ben. Boeken, saai. Hebben ze hier ook strips? Buiten, daar zijn we niet. Hoe zit het, Alex? Heb jij iets gevonden? Joehoe, meneer de professor, heb jij iets gevonden? Wat? Of jij iets gevonden? Ja, natuurlijk. Weten jullie wat het meest gebruikte woord ter wereld is? En welk fenomeen? Over, nachtmerries, Slimpy. Ik ben precies de enige met zo'n beetje verstand hier. Excuseer? Ja, we zijn niet zomaar hier gekomen. Ja? Wie? Nachtmerrie? Ah, meneer heeft het door. Aha. Volk? Sorry mevrouw, we zijn... Interessant. Ja, we zoeken... Boeiend. We willen graag weten. Weten. Kennis, dat is als een grootmoeder in een porseleinen winkel. Kennis, dat is het begin van alle wijsheid. Mevrouw, kan je ons alsjeblieft vertellen waar de dromen vandaan komen? Dromen. Interessant. Ja, wij dromen de laatste tijd alle drie heel vreemd. En nu zijn we op onderzoek uit. We willen graag weten waar de nachtmerries vandaan komen. Dus daarom zijn jullie hier? Ja, Alex dacht dat we hier misschien een antwoord zouden kunnen vinden. Natuurlijk, hier vind je alles. Echt? Ik wist het. Dus jullie willen weten waar dromen en nachtmerries vandaan komen? Ja. Ja. Goed, dan neem ik jullie mee. Wacht eens, wie neemt ons mee? Ja, kom en volg me naar mijn fantastische werkkamer. Oh, waar zijn wij in godsnaam aan begonnen? De encyclopedie van de fantasie. Ongelooflijk.
Hier gaat de wereld van de fantasie voor jullie open. Alles, zelfs de gekste dingen, vind je terug in dit fantastische boek. Alles? Ook iets over het circus bijvoorbeeld? Inderdaad, ook het circus. Kom, kom, geef dat maar aan mij. Dan kan ik jullie de legende van de droompotter vertellen. De wie? De droompotter. Haha, de droompotter. Luister goed naar wat we zingen gaan. Yeah.
om te weten te komen hoe je bij de droompotter geraakt. Eerst vang je 3 vallende sterren uit de hemel. Ten tweede ga je naar de mijn van de zandmannetjes. Kom terug met 1 emmer zand. Ten derde ga je naar de woordenspreukenbank. Alle oren open. Luister goed naar wat de spreuk is. Leer ze uit het hoofd en keer terug. Daarna ga je allemaal op 1 bed zitten. Leg de sterren neer, strooi het zand erover en zeg de spreuk samen op. En laat je leiden door de magie. Thank you.
Wel spannend hoor. Die uitgang leek plots veel verder. Ik ben blij dat het achter de rug is. Wouter, we moeten nu wel naar de zandmannetjes. Oh nee, waar gaan we dat nu weer vinden? Ook in het boek natuurlijk. Kom aan jongen, ik wacht hier op jullie. Blijf goed bij elkaar, zodat je niet verdwijlt. Hopelijk gaat alles goed. Wat? Kan er dan iets misgaan? Waar zijn wij toch mee bezig? Kom Wouter, we moeten gaan.
echt goud. Wow. Het zand. Het is gelukt. Dankjewel, zandmannetjes. Zand, vallende sterren. Al twee van de drie, jullie zijn er bijna. Ik ga niet meer terug in dat boek. Nee, dat doe ik niet. Dat wil ik niet. Dat kan niet anders. We moeten wel. Waar vinden we anders die woorden voor die spreuk? Aha, jullie vergeten dat ik een bibliothecaresse ben. En ik zit vol verhalen, vol woorden en dromen. Let maar eens op. We maken een woord, ik schrijf onverstoord. Ik schrijf aan een woord voor jou. Kijk goed naar mijn pen, want waar ik ook ben, schrijf ik dit woord voor jou. Het eerste woord is Laritumba. Laritumba? Laritumba, 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 Laritumba. We maken een woord, ik schrijf onverstoord, ik schrijf aan een woord voor jou. Kijk goed naar mijn pen, want waar ik ook ben, schrijf ik dit woord voor jou. Het tweede woord is Nalicon. Nalicon? Nalicon. 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 We maken een woord, ik schrijf onverstoord. Ik schrijf aan een woord voor jou. Kijk goed naar mijn pen, want waar ik ook ben, schrijf ik dit woord voor jou. Het derde deel van de spreuk is veel langer. Goed opletten dus. Ik wou dat ik weer dromen kon. 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 Heel goed. Om te eindigen, kleven we nu de drie delen aan elkaar. Luister goed en zeg mij na. Laritumba, Nalicon. Ik wou dat ik weer dromen kon. Laritumba, Nalicon. Ik wou dat ik weer dromen kon. Heel goed. Nu zeggen we nog één keer allemaal samen de dromenspreuk op. En daarna zingen we het refrein. Doe maar mee. Laritumba, Nalicon. Ik wou dat ik weer dromen kon. Het refrein. We maken een woord. Ik schrijf onverstoord. Ik schrijf aan een woord
voor jou. Kijk goed naar mijn pen, want waar ik ook ben, schrijf ik dit woord voor jou. Ja, heel goed gezongen. Onthoud de spreuk heel erg goed. Ze zal jullie later zeker en vast nog van pas komen. En wie weet, zien we elkaar ooit nog terug. Dag! Wat is het weer? Wel, de spreuk is... Het is alleszins iets met... Ja, je gaat me nu toch niet zeggen dat je de spreuk vergeten bent? Nee, geduld. Lari Tumbo. Nee, Tumba, Lari Tumba. Ik wou dat ik... Lari Tumba Nalikon, ik wou dat ik weer dromen kon. Zeg dat nog eens, Wouter. Lari Tumba Nalikon, ik wou dat ik weer dromen kon. Dat is het! Geweldig, Wouter! Alright. Nu hebben jullie alles. Tijd om te vertrekken naar de droompotten. Hier zijn jullie spullen. Pam en Mam, breng het met. Zand en strooit over het bed. En zeg alle drie samen de spreuk. Oké, jongens, dit is het. Mevrouw Hardwig, bedankt voor al je hulp. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Als het niet anders kan, ja. Ik tel tot drie en we zeggen samen de spreuk. 1, 2, 3. Lari Tumba Nalikon, ik wou dat ik weer dromen kon. Kan dat nu? We deden toch alles juist? Misschien moet het luider. Ja. 1, 2, 3. Lari Tumba Nalikon, ik wou dat ik weer dromen kon. Hedwig, wat doen we fout? Wel, het is natuurlijk wel een heel krachtige spreuk. Hoe meer mensen die het meezeggen, hoe beter hij werkt. Ik doe zeker mee. Wij ook. Iedereen die het kan meezeggen, mag dat doen. 1, 2, 3. Lari Tumba Nalikon, ik wou dat ik weer dromen kon. Nederland. We zijn toch niet fout gebleven?
Thank you.
Meneer de Droompotter, gaat het? Meneer, gaat het wel? Ja, ik ben gewoon een beetje moe. Meneer de Droompotter, wie bent u eigenlijk? En hoe maakt u al die dromen dan? Meneer, zo officieel. Maar ja, maar natuurlijk, waar zal ik eens beginnen? Meneer, slaapt u? Nee hoor, ik slaap niet. En noem maar gewoon de Droompotter. Ik hou van al dat gemeneer en gemevrouw. Maakt u de dromen met die machine? Kan u dat eens laten zien? Zeg me, wat was de vraag? Of u eens kan laten zien hoe u dromen maakt. Wel kijk, ik vang jullie gedachten met dit netje hier. En maak er een leuke droom mee. Amai, dit zijn precies zware, ingewikkelde gedachten. Moeilijk om daar een mooie droom van te maken. Hop, daar heb je het weer. Ik ben hier niet gerust in. Hij gaat ontploffen. Meneer de Droompotter, doe iets. Twee, drie. Zo zie. Oh, dat kriebelt. Oh, wacht, de droom is daar. Ik ga hem even klaarzetten. Ik kan niet tegen die stank. Ik ga flauw vallen. Wat wil zo'n vieze knallen zeggen, Droompotter? Zo'n ietsie pietje foutje gebeurd zijn. Droompotter, ik wil u niet beledigen. Maar ik denk toch echt dat er iets mis is met uw machine. Ja, je hebt gelijk, jonge dame. Er is al een hele tijd iets mis. Maar wat dat is, weet ik ook niet. Ik zoek het wel even op. Ja, want je iPhone heeft vorige keer heel goed geholpen, Alex. Wouter, denk jij even met mij mee. We moeten alle stappen overlopen die de Droompotter heeft gezegd bij het bouwen van de troon. Oké, eerst heeft hij onze gedachten gevangen. Toen heeft hij die in de machine gestopt. Toen is hij in slaap gevallen. Wat zei je nu net? Ik zei dus dat de Droompotter in slaap viel tijdens het brouwen van de droom. Maar dat is het! Droompotter, u bent gewoon keimoe. En daardoor kan ik geen mooie droompotjes meer brouwen. Ja, dat is waar. Ik slaap niet meer. Ik werk alleen nog maar. En mijn machine doet zo raar. En het lukt niet goed meer. Ik moet alleen nog maar vieze potjes betekenen. Nachtmerries! Ik denk dat ik het begin te begrijpen. Inderdaad, als ik vieze potjes laat bezorg ik de kinderen nachtmerries. En dat wil ik niet. Dus blijf ik maar proberen. Maar daar word ik zo moe van. Goh, ja, als ik u zo bezig zie, zou ik ook wel snakken naar mijn bed. Zeg, Droompotter, misschien moet u eens beginnen met een fantastische droom voor uzelf. Ja, keigoed idee, Alex. Ja, maar ben ik veel te moe voor. Kom aan, samen kunnen we toch een oplossing bedenken? Oplossing, ja. Nee, kom aan, even serieus. Een droom begint bij... Wat zijn de droompotten? Een leuke gedachte. Een ritje naar Mars in een echte raket. Een iPhone 6. Een optreden van Lady Gaga. Een PlayStation paradijs. Een waanzinnig grote kleurrijke snoeptuin waar we met heel onze klas in kunnen. Dat is het, de klas. Onze klasgenoten kunnen misschien helpen. Ja, keigoed idee, Alex. Ruud, Kasper, Lina, Joris, komen jullie helpen? Gaan we even helpen? We verzamelen plezante gedachten voor de Droompotter. Zo kan hij weer leuke dromen maken. En nog eens goed slapen. Waar komen jullie ineens vandaan? Gewoon uit Friesland. Oké, leuk. Dat kan ik doen. En alles mag? Alles mag, als het maar plezant is. Een pretpark met 6 achtbanen, 3 waterattracties, een reuzenrad en een massa snoepkruimjes op onze speelplaats. Een zwembad met een supersnelle glijbaan en mega gewipplank en waterfonteintjes. En die ganse ideeën, massa, in mijn kamer. Meer spelen in de One Direction film. Stop, stop. Kijk eens naar de Droompotter. Dit werkt niet. Ik heb gewoon echt zin om terug naar huis te gaan en in de zetel te krappen met een goede streep. Wacht eens even, wat zei je daar?
Nee, ik heb gewoon echt zin om terug naar huis te gaan en in de zetel te kruipen met een goede streep. Ja? Ja, goed. En een warme chocomel. Met honing erin. Ja, dat is het. We moeten onze dromen gewoon niet te ver zoeken. Na een koude schooldag thuiskomen. En dan de geur van verse soep in de keuken. Tomatensoep met balletjes. Een dikke knuffel van je mama. Een lieve, toffe juf. Samen een zandkasteel bouwen met een enorme slotvaart. Dan moeten we samen opstaan en we wachten tot het vloeit. Op vrijdag geen huiswerk, zodat we het hele weekend samen in het bos kunnen spelen. Met nieuwjaar de namiddag opblijven en dan met z'n allen naar het vuurwerk gaan. Een namiddag gezelschapsspelletjes spelen. Dit wordt de meest fantastische droom die ik ooit heb gemaakt. Ik was zo ongerust. Ik ben blij dat ik jullie gevonden heb. Iemand zo warme chocomelk. Ik heb er al koekjes bij. Mevrouw, is alles oké? Ja. Ik kon weer niet slapen vannacht. Hoor de lawaai op de gang. En ben jullie natuurlijk gevolgd. Slaapt u ook niet goed, misschien? Allang niet meer. Door jullie dromenonderzoek ontdekte ik dat ik daarom zo streng en zuur was. Was? Dus dat is voorbij? Als jullie oplossing werkt, gaat dat zeker lukken. Ik ben zo fier op jullie. Ja. Wow. En daar hebben wij allemaal aan meegewerkt? Zeg, droomprotter, wij mogen nu toch ook eens proeven van onze bijzondere droom, hè? Als het is om mij mee in slaap te protten, absoluut. Yeah! Leven de droomprotter! Als leerkracht, als team, als school, zo fier en zo blij. En eigenlijk valt hier aan dit spektakel weinig toe te voegen. Het spreekt eigenlijk voor zich. Maar we vinden het toch belangrijk om nog enkele mensen eventjes in de kijker te zetten die deze droom mee verwezenlijkt hebben. Een woordje van dank dus. En de bloemetjes die volgen straks bij een drankje. Eerst de drie andere leden van de schrijfgroep. Alle muziek die u vandaag heeft gehoord was exclusief geschreven voor onze school door Jan Rooijakkers. De vormgeving van de cd die nu gaat verschijnen, die is gemaakt door Bram de Baren, speciaal voor onze school. Die staat trouwens ook, dat is trouwens ook de voorkant van de cd, ingezongen door de kinderen die u straks kan
kon kopen. Ook bedankt aan Nine van Haren voor haar groot aandeel in het script. Kathleen, keihard bedankt voor de regie en de coaching van de hoofdrollen. En Martien. Kathleen. Martien, zie je hier toevallig vooraan zitten voor de kostuums. En Sophie, voor de professionele ondersteuning, zullen we het zeggen. Een dikke dankjewel aan Jo, Paul, Steven en Steven voor het geluid en de techniek. En ook dankjewel aan onze foto- en cameramensen. Onze onwaarschijnlijk knappe decorstukken, die onze verwachtingen ruimschoots overtroffen, werden gemaakt door de Jos, Johan, Jo en opa Jeff. Dank u wel. En natuurlijk werd er ook heel, heel, heel veel werk achter de schermen verricht. Dank u wel aan het feestcomité, de ouderraad. Ook bedankt aan alle andere helpende handen. Chauffeurs, schminkmama's, afwaspapa's, opruimers, kleedkamerhulp. Allemaal dank u wel. En ook een hele dikke dank u wel aan iedereen die het ondanks alles nu toch eventjes vergeten. Maar de grote sterren van vandaag zijn natuurlijk onze leerlingen zelf. 383 keer dikke merci aan die schitterende acteurs en actrices voor hun inzet, hun geduld ook. Wij hopen dat ze die ervaring ook meenemen voor de rest van hun leven. En dat ze ook hun droom waarmaken zoals dat wij hebben kunnen doen. Mag ik nog één keer een daverend applaus voor alle kinderen van de Sint-Pieterschool. Ik ga jullie eerst nog een klein woordje toevoegen aan het dankwoord van juf Tinne en meester Jonas. Ik wil jullie allemaal van harte uitnodigen op een drankje in de tentoonstellingsruimte. Daar kan je nog napraten en vooral nagenieten. Maar nu wil ik me vooral richten naar de ganse ploeg hier. Eerst en vooral wil ik al de kinderen van de Sint-Pieterschool bedanken voor dit mooie spektakel. Ze hebben dit fantastisch gedaan. Ook aan alle leerkrachten een dikke dankjewel voor het vele werk
en de vele momenten van inoefenen. Dankjewel, collega's. En in het bijzonder wil ik een aantal leerkrachten bedanken, de werkgroep van het totaalspectakel, die al maanden bezig zijn met de voorbereiding om deze droom waar te maken. Mag ik deze of mijn dankjewel, ik zou die graag laten versterken door jullie, dus ik vraag aan jullie voor al onze kinderen en leerkrachten nog voor de laatste keer een daverend applaus. Dus nog eens even genieten, nog één keer van dat fantastische lied. Maar even praktisch, als het lied gedaan is, eerst de kleuterklas en de instapklasjes die blijven op het podium en worden door mama of papa hier afgehaald. Alle andere kinderen vinden jullie straks terug in de tentoonstellingsruimte waar je ook een drankje kan drinken. We moeten dat zo organiseren. Je moet ook even je jas meepakken naar boven, want om 16:30 spelen we gewoon dit spektakel nog eens opnieuw, opnieuw. Voor een volle zaal. En nu nog één keer genieten van dit fantastische lied.